mensen, welkom. We zijn op een bijzondere plek. Ooit was dit een boompakhuis voor scheepslading. Nu is dit een soort ideeënpakhuis. Een ontmoetingsplaats voor vernieuwers uit kunst, media, technologie. En vandaag uit de gezondheidszorg, de marketing en de online dienstverlening. Als mensen uit verschillende sectoren elkaar ontmoeten, kan er zomaar wat spannends gebeuren. We zijn op de plek van verandering. Maar eerst zou ik het graag met u willen hebben over wat er niet verandert. En dat is dat de zorg om mensen draait. En dat mensen die zorg nodig hebben, soms heel kwetsbaar zijn. Niet alleen ouderen of mensen die minder zelfredzaam zijn. Het gaat ook over u en over mij. Als we ziek zijn, dan willen we aandacht. Dan willen we menselijk contact, toch? En soms lijkt dat strijdig met innovatie die we zo hard nodig hebben in de zorg. Waar velen van u al mee bezig zijn. Met robots, met apps, met beeldschermbellen, online consulten, slimme pleisters. En een van de vragen waar wij voor staan is hoe willen we het vertrouwen van mensen die nog koud watervrees hebben. Patiënten, maar zeker ook zorgverleners. Hoe maken wij duidelijk dat e-health niet gaat over koude zorg, maar over de mogelijkheid om mensen meer service te bieden. Om tijd te winnen, zodat er meer persoonlijke aandacht is voor mensen die dat nodig hebben. Maar ook betere kwaliteit van zorg. Mensen met hartfalen die telemonitoring gebruiken, hoeven minder vaak naar het ziekenhuis. Ze hebben ook minder last van angst en van depressies. En dat blijkt uit het onderzoek van de Universiteit van Maastricht. We hebben al die innovaties keihard nodig, ook om de kosten omlaag te brengen, zodat we ook in de toekomst iedereen die zorg nodig heeft, goede zorg kunnen bieden. Zonder innovatie gaan we dat niet redden. En buiten de zorg is dat vertrouwen er volop. Steeds meer werkende ouders kopen een robotstofzuiger. En niemand die denkt, arme kinderen. Nee, want door die stofzuiger hebben ze juist meer tijd voor de kinderen. En we stappen vol vertrouwen in de auto en weten dat de GPS ons brengt waar we zijn willen. Vertrouwen is één ding. Maar het tweede is, hoe maken we tempo? Ook dat moet gebeuren. Er gebeurt ontzettend veel, maar het gaat ook heel erg langzaam. Laten we realistisch zijn. In de samenleving worden allerlei toepassingen sneller, goedkoper en gebruiksvriendelijker. Bellen, internet, fotografie, taxis, hotelkamers, de vernieuwers breken alles open. Hoe lang accepteren wij dan nog dat in de zorg de vernieuwers buiten de deur worden gehouden? Hoe lang accepteren wij nog dat overal om ons heen de service verbetert, terwijl in de zorg alles bij het oude blijft? Dat om ons heen de diensten goedkoper worden, terwijl de zorg duurder wordt. Waardoor de druk om bijvoorbeeld zorg uit het collectieve pakket te halen of om het eigen risico te verhogen steeds hoger wordt. En ik hoor artsen wel eens zeggen, een gesprek met een patiënt levert mij meer op dan een webconsult, dus ik kan dat niet doen. Hoe lang accepteren we dat nog? Hoe lang accepteren we dat in de zorg dat we dat ene willen en het andere krijgen? En daar nog meer voor moeten betalen? In de echte wereld is dat onhoudbaar. Omdat de concurrent wel die betere service biedt voor een lagere prijs. In de Verenigde Staten komen er nieuwe partijen op de zorgmarkt. Theranos is een bedrijf dat in de drogisterij uw bloed afneemt. En de uitslagen zitten al in de mailbox voordat u uw eigen oprit oprijdt met de boodschappen. Grote partijen als Apple, Google, Microsoft, Walmart en zelfs Facebook, die de zorg als markt zien. En ik schat in dat zij echt voor opschaling gaan zorgen. Mondiaal. Blijft u het voor of wachten wij het met elkaar af? En natuurlijk zijn er geweldige initiatieven. Het UMC Utrecht geeft 320.000 patiënten direct toegang tot hun eigen medische dossier. Het Radboud, Philips en cloudbedrijf Salesforce lanceerden onlangs in San Francisco een wereldwijd platform met veilige monitoring op afstand, een persoonlijk gezondheidsdossier, communities, onafhankelijk
telefoon dat u heeft. De patiënt bepaalt uiteraard wie toegang heeft. De patiënt bepaalt met wie hij zijn data deelt. Goede innovaties herken je aan logica. Natuurlijk moet je bij je eigen gegevens kunnen, net als bij de bank. En natuurlijk ben je de baas over je data. Het is ontzettend belangrijk als we willen dat mensen zelf de regie nemen over hun behandeling. Waarom is dat niet overal zo? We moeten er echt te lang op wachten. Ik zie heel veel goede initiatieven. Ik word altijd uitgenodigd om lintjes te knippen bij heel goede initiatieven. Ik word nooit uitgenodigd om lintjes te knippen bij dingen die helemaal misgaan. Eigenlijk is dat best jammer, want van mislukkingen kun je volgens mij net zoveel leren. Maar goed, ik zie dus heel veel goede dingen in een land gebeuren. En dat gaat altijd over win-win-win. En minder administratieve lasten. En meer kwaliteit van zorg. En lagere kosten. En meer vrijheid voor de patiënt. En dan denk je, geweldig. Dit moeten we in heel Nederland gaan doen. En toch gebeurt dat niet. Die initiatieven zetten niet, vaak niet door. Sterker nog, we moeten oppassen dat ze niet instorten als de subsidie opdroogt. Of het past niet in systemen. Of er is niet goed nagedacht over een verdienmodel. Of collega's in andere ziekenhuizen vinden het leuk, maar niet voor zichzelf. Not invented here. U herkent het vast. Ik herinner mij dat ik jaren geleden met een kinderarts meeliep in een groot ziekenhuis. En dat zijn eigen administratieve lasten enorm omlaag weten te brengen, doordat hij zijn hele BPC's in een bestand had gezet en hoefde alleen maar even rits langs een apparaatje te gaan, wat hij helemaal zelf ontwikkeld. Ik heb dit is echt heel lang geleden, nooit meer verder gezien. Of iemand die een geweldige app had bedacht waarmee je zelf aan een triage kan doen. Moet ik naar de huisarts? Of moet ik naar de huisartsenpost? Kan ik het zelf oplossen? Met die app heeft hij allerlei prijzen gewonnen. En toch is het uiteindelijk nog steeds niet van de grond gekomen. Want een creatief idee is niet genoeg. Hoe pas je het breed toe in de zorg? Daar gaat het om. Hoe zorg je dat je een verdienmodel hebt? Vaak heb je daarvoor iemand buiten de zorg nodig. Iemand uit de marketingwereld, een bedrijf. Dat kunnen kleine spelers zijn, dat kunnen grote spelers zijn. Zoals de partners waarmee de Randout UMC samenwerkt. En natuurlijk weet ik dat het niet makkelijk is. Onlangs hoorde ik het verhaal van een enthousiaste zorgverlener. Die voor een grote GGZ-instelling werkt. En zij wil dat in haar instelling in 2015 40% van de 25.000 cliënten van deze instelling gebruik kunnen maken van e-health. En je bent dan een soort pionier. En ze zei, dat doet mij denken aan het televisieprogramma Ik Vertrek. U kent het vast. Mensen besluiten naar buitenland te gaan. En de spirit zit er goed in. En ze immigreren en dan gaan ze meestal een bed and breakfast beginnen op een camping. En ze gaan vol goede moed op pad. En dan kunt u thuis op de bank genieten van wat er vervolgens allemaal misgaat. Dat is een gouden formule. De vertrekkers spreken de taal niet. De vergunningen zijn niet op orde. Het dak blijkt te lekken. De riolering die springt. Het regent. De kinderen hebben heimwee. De twijfel slaat toe. Misschien doet u dat ergens aan denken. Het leuke is, als die mensen dan later worden opgezocht, dan blijken ze het toch wel gered te hebben. Omdat ze niet opgeven, ze hebben gewoon doorgeploeterd. De problemen één voor één aangepakt. De eerste dag, toen de riolering. Eén voor één, stapsgewijs. En dat is het geheim van iedere pionier. En dus ook van mensen die met e-health aan de slag gaan. Zijn deze zorgverlener. Je moet er niet te veel over blijven praten. Je moet het gewoon doen. Maar om richting te geven aan wat je doet, is het wel belangrijk om doelen te stellen. Je gaat aan de slag om dat doel linksom of rechtsom te bereiken. Dat klinkt makkelijker dan het is, maar ik geloof wel dat het zo werkt. Dat doen we ook met e-health. We hebben doelen gesteld, 3 grote doelen. Binnen 5 jaar heeft 80% van de chronisch zieken toegang tot zijn medische gegevens. 75% van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen kan zelfstandig metingen uitvoeren. En iedereen die zorg en ondersteuning thuis krijgt, heeft de mogelijkheid 24/7 voor beeldschermzorg. En we zouden deze doelen nooit zo hebben gesteld als we niet dachten dat het kan. Sterker nog, ik denk dat er veel meer mogelijk is. Het is nog maar het begin, want de randvoorwaarden in Nederland zijn er. Wat dat betreft zijn we best uniek.
Meer dan 94% van de huishoudens is online. De helft van de 65 tot 75-jarigen maakt bijna dagelijks gebruik van internet. Meer dan 98% van het patiëntendossier van huisartsen wordt elektronisch bijgehouden. Ook in de bekostiging is heel veel mogelijk, veel meer dan u waarschijnlijk denkt. En natuurlijk zijn er nog belemmeringen. De systemen zijn incompatible, we moeten spreken in dezelfde taal, we moeten massaliteit krijgen. U moet daar zelf mee aan de slag. En als u toch tegen dingen aanloopt waarvan u denkt dat ik daar wat aan kan doen, dan hoor ik dat heel graag. Maar het begint bij u. Als echte pioniers bent u niet voor één gat te vangen. Benut uw creativiteit, deel uw ervaringen, zoek de samenwerking, maar ga het vooral doen. Veel succes! Dankjewel, mevrouw Schippers. Nou, u hebt een drukke agenda, uiteraard. Maar misschien kunnen we toch nog enkele vragen stellen. Dus grijp uw kans. U spreekt de minister niet elke dag. Maarten en Erik, Maarten Dijkers en Erik, komen naar u toe. Wie heeft er een vraag? En dan bedoel ik ook een vraag. Dan bedoel ik niet een statement, maar een vraag aan de minister. Wat zou de minister kunnen doen om e-health toepassingen te versnellen? Niemand. Dat verbaast me enigszins. Nou, dat is heel fijn. Ja. Dat is helder. Dan kan iedereen aan de slag. Ja. Oké. Kom. Nou, er komt toch een bal op Den Haag, denk ik. Ja. U bent, meneer? Youssef van de Nationale Denktank. Mijn vraag is, wat doet de overheid op dit moment om voor die opschaling te zorgen? Want er wordt heel veel gedaan, maar het opschalen is een probleem, wat ik heb begrepen. Wat doet de overheid aan de opschaling? Ja, wat doet de overheid aan de opschaling van de online hotelboeken? Kijk, de vraag is heel gek eigenlijk. Want de samenleving die doet in heel veel gebieden ontzettend veel. Daar heeft deze innovatie, als je hem zo wil noemen, massaal toegang gekregen tot de huishoudens, tot de kamers, de slaapkamers van mensen. En als het dan om zorg gaat, wordt mij heel vaak gevraagd, geeft u een apart budget en wat doet u eraan? Wat mijn taak is om belemmering weg te houden. Als u ergens er tegenaan loopt, en ik zeg het al een tijdje hoor in zalen, dus ik krijg heel vaak ook wel dingen terug en die laat ik ook acuut uitzoeken. En heel vaak kan er veel meer dan we denken, terwijl ik tegelijkertijd begrijp dat de zorg niet een markt is, zoals andere markten. We hebben het heel complex gemaakt, omdat we ook willen dat iemand die ziek is altijd in een ziekenhuis kan, ook als hij geen geld heeft. Dus we hebben de solidariteit, de publieke randvoorwaarden stevig verankerd. En daardoor is het verdienmodel van de zorg echt anders dan in de vrije markt. Maar het is wel zo dat dat verdienmodel moet gezorgd worden en dat kan de overheid niet voor u doen. Zijn er concrete belemmeringen voor die helft, Koelas? Ruud, ik heb hier op de... Ja, oké. Okay. Mijn naam is Rian Veldhuizen. Ik heb een vraag en ik weet niet zeker of de overheid er iets mee kan, maar hoe voorkomen we nu dat bij elk incident Kamer en de overheid en weers op scherp staat, waardoor er koud watervrees, die er natuurlijk is, wordt versterkt door incidenten, politiek, om het maar eens even zo te noemen. Ik heb de Kamer nog pers aan een touwtje, was het maar zo. Lijkt mij heel rustig leven. Dus dat kan niet. Wat we wel kunnen doen is dat we er tegenwicht aan bieden. Want er zijn heel veel mooie dingen waar ik heel weinig over lees. En dat zei ik net ook, ik mag heel vaak, ik noem het een beetje barinerend, lintjes knippen, maar ik vind het ontzettend leuk om te gaan kijken naar dingen waarvan echt creatieve mensen het voor elkaar hebben gekregen dat die win-win-win situaties ontstaan. En daar moeten we eigenlijk veel meer rugbaarheid aan geven. Kijk, het idee van een robot. Op een gegeven moment kwam er een zinvrijheid mee met een robot ontwikkelen die bij mensen thuis bepaalde klusjes kan doen. In de Kamer had ik een heel groot debat. Het was toch wel de verschraling van de zorg. Die mensen die zouden vereenzamen. Het was echt een regelrechte schande. En vervolgens heb ik gevraagd naar de pilot hoe de enquête achteraf bij de mensen zelf dit uitgeprobeerd hadden. 87% was enorm enthousiast. En waarom? Ze hadden hun privacy terug. Ze konden het op hun tijd doen. Ze hoefden niet te wachten tot de thuishulp bepaalde dingen bij hen deed. Ze konden het op hun tijd doen. Op hun tijd opstaan en naar bed gaan. En ze hadden hun privacy terug. Dus dingen pakken ook weer heel anders uit. Er worden heel veel angstbeelden op
moet toch wel bewijzen dat het niet zo is. Ik denk dat het de enige manier is om de kwaadaardigheid weg te halen. We hebben het in de rest van de samenleving niet. Dan wordt massaal, als ik naar mijn 10-jarige dochter kijk, dan kijk, sta ik echt versteld wat die allemaal van internet plukt en wat die allemaal doet. Daar hebben we het helemaal niet. Daar vinden we het heel leuk dat ze met de opa in Portugal kan skypen, want vroeger zag ze die niet. Ja, dus we moeten die menselijke kant ook van deze innovaties naar boven halen, met elkaar. Bij je vraag hier, Rutte. Filip Jan Vlag, Slotenaardse Kennis. Een vraagje aan de minister. Wat vindt u van alle precieze procesbeschrijvingen van de inspectie, wetenschappelijke verenigingen, etc.? En mijn idee daarachter is, niemand van ons heeft verteld of een keer opgeschreven, geen enkele regulator heeft dat gedaan, hoe een Apple phone eruit moet zien. En in de zorg heb ik het idee dat we wel eens met z'n allen heel erg beschrijven hoe een scopieapparaat of iets anders eruit moet zien. En vervolgens als er iets niet aan die beschrijving voldoet, dan mag de innovatie dus niet. Wat vindt u dan? Kijk, ik ben daar heel erg tegen als de overheid deze taken over zou nemen. Het zit niet zo in mijn aard of niet zo in mijn politieke achtergrond om te zeggen, weet je wat, de overheid gaat dit doen. Dus het veld doet het. En het veld kan er dus ook veranderen. Hè, op een gegeven moment kwam een oncoloog, die wilde met mij spreken, want ze zei, we hebben goede ideeën voor kostenbeheersing. En dat vind ik ontzettend positief als mensen die in de zorg zelf werken daarmee komen. Omdat het heel vaak juist een druk is op de kosten. Dus als iemand met goede ideeën komt hoe we de zorg beter kunnen maken tegen minder kosten, dan zeg ik altijd, kom gauw langs. Nou, dat kwamen zij. En zij vertelden dat er richtlijnen waren van over de 300 pagina's. Er is natuurlijk geen arts die die richtlijnen uit zijn hoofd kent. Dus de oncologievereniging zelf ging de richtlijnen zo vertalen dat het handzaam werd voor de arts om ook daadwerkelijk mee te werken. En ik denk dat we het onszelf ook aandoet. Ik zei net, ACTAL heeft een onderzoek gedaan naar verpleegkundigen. Omdat die gek werden van regels, bleek dat 90%, meer dan 90% uit het veld zelf kwam. Van de wetenschappelijke vereniging, van de beroepsorganisatie, van de accreditateur, van de zorgverzekeraar. En 10% van de Rijksoverheid. En dan kan ik natuurlijk alle energie op die 10% richten. Maar ik heb gezegd tegen ziekenhuizen en tegen de agenda voor de zorg, laten we samen kijken naar die 100%. Waarom zitten al die accreditaties daarin? Kunnen we daar niet een beetje op terug? En kunnen we die zorgverzekeraars die vragen toch ook van de arts om te standaardiseren? Kunnen we die vraag niet terugspelen naar de zorgverzekeraars? Gaan jullie ook eens standaardiseren? Dat je niet allemaal je eigen formuliertje hebt met 7 bijlagen. Dus ik denk dat het een opdracht is aan ons allemaal, waarbij we echt wel serieus werk van moeten maken, want we stikken elkaar ook een beetje. Okay, u zegt vooral van 9 op de 10 zaken die gaan daarover dat professionals zichzelf in de weg lopen bij de innovatie en bij de toepassing van IA. Omdat ze het voor zichzelf ingewikkeld maken. Je hebt dus in zo'n richtlijn van 300 pagina's, bij wijze van spreken, vastgelegd hoe het precies moet. En misschien moeten die richtlijnen wat meer op hoofd lijken. Waardoor er veel meer ruimte is om het ook slimmer te doen. Maar ik hou van richtlijnen niet, dat doen we het veld. Voor mensen. Ik heb hier nog even. Erik, daar. Ja. Goed voor deze hulp, deze groep. U hebt de tumult kunnen zien en horen rondom de introductie van de app Uber in Nederland, in de taxiwereld. Wat is uw voorspelling hoe het gaat lopen als de app Ik Zoek Zorg in Nederland geïmplementeerd wordt? Nou ja, ik heb samen met de staatssecretaris een innovatieagenda geschreven waarin wij hebben gesteld dat er zoveel innovaties bij elkaar komen vanuit zoveel verschillende terreinen dat de zorg er over 5 jaar totaal anders uitziet. Over 10 jaar zeker, maar ik denk over 5 jaar al. Het gaat zo hard. Als je terugrekent naar jezelf, toen ik afstudeerde zat ik echt nog op een tikmachine met een computer met zo'n big grote floppy. Dat ging langzaam naar beter, maar de versnelling gaat iedere keer bij de volgende stap gaat die sneller. En dat is in andere sectoren ook zo. Als dat bij elkaar komt, krijg je ineens hele verrassende nieuwe ontwikkelingen die echt een paradigma-shift betekenen. En daar ben ik echt van overtuigd dat we die gaan krijgen in de zorg. Dus we kunnen heel erg vasthouden aan hoe we nu doen. Maar ik denk dat het slimmer is om open te staan en te kijken wat moet ik in mijn organisatie doen, zodat ik daar op voorbereid ben. Hoe beoordeelt u dat? Is de zorg daar eigenlijk, wat u zegt, met professionals zit ik zelf in de weg, gaan we langzaam. Wat is dan nodig om die versnelling aan te brengen? Nou, ik denk dat de zorg niet bestaat. Ik denk als je gaat kijken in de zorg, dat er hele grote verschillen zijn in hoe je is ingericht en hoe ontvankelijk men is voor dit soort nieuwe ontwikkelingen. Dus daar zitten echt hele grote verschillen in.
ik denk dat in de zorg één groot manco is waar ook de overheid schuld gaat missen. Dat is dat complexiteit waarin, kijk, de zorg is geen vrije markt. Dat zal het ook never nooit worden. In geen enkel kabinet zal er ooit een vrije markt voor maken. En in een vrije markt is gewoon dat je verliest je klanten als je niet aanpast, punt. En in de zorg gaat dus alles langzaam, omdat die complexiteit om die publieke waarborgen, waardoor er garanties is op zorg als je heel erg ziek bent, waar we allemaal zeer aan hechten, die we ook als een soort nationale trots beschouwen, die solidariteit die we in dat systeem hebben, maakt het wel zo dat die verdienmodellen gewoon complexer zijn. En het is denk ik heel vaak zoeken naar hoe kun je het juiste, op de juiste manier zorgen dat degene die investeert is vaak niet degene die er revenue van heeft. En hoe kun je dat beter in een lijn zetten? En ik zie dat langzaam maar zeker wel gebeuren hoor. Zeker op bepaalde ziektebeelden zie ik dat wel gebeuren. Diabetes. Diabetes zie je duidelijk dat de zorgverzekeraars precompetitief allerlei preventieve, met name preventiegerichte activiteiten doen, waardoor mensen ofwel later ziek worden ofwel minder pillen hoeven te slikken. En nou ja, dat is nu van start gegaan en ik denk echt wel dat via die weg we echt wel veranderingen. En het not invented here syndroom, dus van ik heb het niet uitgevonden, dus het kan niet veel zijn. Hoe komen we daar vanaf? Nou, ik denk als we moeten niet steeds nieuwe spullen. Laten we eerst eens implementeren wat we hebben, dan ziet de zorg er al totaal anders uit. Als je ziet wat er lokaal voor ongelooflijk mooie dingen gebeuren, dan denk ik het is toch doodzonde dat er vaak persoonsafhankelijk is. Gaat één persoon weg en dan valt het stil. Hè? Of de financiering stopt, want die loopt weer een subsidie. Dus eigenlijk moeten we, ja, dat is alweer het verdienmodel al, dus daar zit wel denk ik een groot onderdeel van de oplossing. En die kan ik natuurlijk, die moeten mensen zelf bedenken op die innovatie die zij vooruit willen. Alleen als er dingen zijn die evident aan de Rijksoverheid liggen waar dingen niet kunnen, kan ik dat niet doen. Dank u wel, Eva Schippers.